Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video ga ik je meer dan 20 elementen laten zien die je rondom je offerteformulier en je checkoutproces kan plaatsen om ervoor te zorgen dat jouw bezoekers meer gemotiveerd zijn om het proces door te lopen en dat het voelt alsof het minder moeite kost omdat ze zich minder druk maken om dingen als privacy, betalingswijze, bezorgingen en andere zaken. Als je deze video hebt gezien, dan weet je precies welke elementen je kan gebruiken om de conversie van jouw checkoutproces of offerteformulier te verhogen. Let daarbij op, er zijn namelijk twee dingen heel erg belangrijk. 1. Als je een element toevoegt, zorg ervoor dat je er niet op kan klikken. Want als je erop kan klikken en naar een andere pagina gaat, dan heb je de kans dat ze niet meer terugkomen en dat schaadt juist je conversies. 2. Doe niet wat sommige mensen denken dat slim is, namelijk dat je alle elementen die ik zo meteen ga noemen gewoon hup op je checkoutproces of op je offerteformulier klapt en dat het dan wel goed is. Nee, denk goed na bij elk formulier. Wat vinden mijn klanten belangrijk? Wat zijn de dingen waar ze mee worstelen, waar ze problemen mee hebben? Waar hechten ze waarde aan? En die dingen ga ik toevoegen. En met toevoegen bedoel ik altijd, als het gaat om conversieoptimalisatie, ik ga toevoegen en vervolgens ga ik testen, levert dit betere conversies op of niet? En als het wel zo is, dan mag het blijven. En als het niet zo is, ga ik het volgende proberen. Heel veel plezier met deze video. Voordat ik vergeet te zeggen, op onze website staat een hele makkelijke checklist. Daarin staan alle elementen benoemd. Dus ga naar de website, download die checklist en dan kan je afvinken welke elementen je allemaal geprobeerd hebt om te testen of dat je conversie verhoogt of niet. Net als alle andere video's gaat het nog steeds om het bereiken van de twee doelen met betrekking tot conversieoptimalisatie. De motivatie omhoog krijgen, wat lastig is in het checkoutproces en de moeite die iemand moet doen omlaag krijgen. De elementen rondom jouw formulier kunnen eigenlijk, als een van de weinigen, allebei doen. Ze kunnen de motivatie van mensen omhoog brengen doordat ze het vertrouwen en de duidelijkheid verschaffen. En ze kunnen de moeite die iemand moet doen omlaag brengen. En dat is niet de moeite die iemand moet doen om velden in te vullen, maar het is wel de moeite die iemand moet doen om erover na te denken, vertrouw ik dit, wil ik dit, ga ik dit afmaken of niet. En dat zorgt er weer voor, net als de andere elementen, dat de motivatie die iemand heeft groter is dan de moeite die iemand moet doen en dat zorgt ervoor dat er gekocht wordt ten opzichte van dat de motivatie kleiner is dan de moeite die iemand moet doen en dat zorgt ervoor dat er niet gekocht wordt. Nou, we hebben meer dan 20 elementen die je rondom je formulier kan plaatsen. Ik ga ze in deze video allemaal doornemen. Ik ga per element kort uitleggen wat het is, wanneer je het precies kan toepassen en een indicatie geven met wanneer je het wel of niet moet gebruiken. Het eerste element waar ik het over wil hebben, dat is een countdown timer. En die kom ik niet zo vaak tegen, dus ik kon er geen goed voorbeeld van vinden. Maar een countdown timer werkt eigenlijk als volgt. Je laat ergens binnen het proces, dat kan zijn bovenaan, dat kan zijn aan de zijkanten, dat kan zijn onderaan, laat je een timer aflopen. En op het moment dat die timer afloopt, dan houdt een actie op of dan houdt een korting op. Stel dat je bijvoorbeeld een bestelling doet, maar als je binnen 10 minuten bestelt, hoef je geen bezorgkosten te betalen. Of krijg je een extra product gratis. Of krijg je korting op je huidige bestelling. Doordat iemand continu die timer ziet, wordt hij veel meer gemotiveerd om binnen korte tijd die bestelling af te maken. Dat kan een countdown timer zijn bijvoorbeeld van een dag of een week om te zorgen dat iemand in die periode bestelt. Maar als je iemand echt door het checkout proces wil hebben, kan dat bijvoorbeeld zijn een minuut of 2, 3. Om zeker te weten dat iemand op dat moment meteen het afrekent. Er zijn vele soorten countdown timers, dus je hebt ze als een digitale klok, je hebt ze als een ronde klok, waarin zoiets staat die afloopt. Er zijn verschillende manieren voor, maar dat helpt de urgentie. Wel moet je opletten dat je mensen voldoende tijd geeft, dat ze niet in de stress raken en zenuwachtig worden en fouten gaan maken, zodat ze nog meer stress hebben in het formulier dan dat ze al hebben. Dat is aan jou, dat hangt af van je producten, van je offerteformulier, van de invoervelden, maar een countdown timer kan heel goed helpen om de urgentie en de motivatie die iemand heeft om het formulier in te vullen te vergroten. Test dit wel en neem dit niet zomaar aan, implementeer het niet zomaar, want daarvoor is het net iets te ingewikkeld. Dan kan je het in het formulier hebben over de bezorgsnelheid of de levertijd. En de levertijd is iets wat mensen al door de webshop heen zien, dus het is fijn dat ze het op het eind nog steeds blijven zien. Hier zie ik bijvoorbeeld, even kijken, op werkdagen voor 9 uur besteld,
volgende dag in huis. En zo heb je allerlei verschillende mogelijkheden. Is ook nog een goede voor een countdown timer trouwens. Op het moment dat, dat ik die 9 uur zou naderen, kan je een countdown timer hebben. Die zegt op het moment, als je dit uur nog bestelt, weet je zeker dat je het morgen in huis hebt. Maar de bezorg, de levertijd erbij vermelden kan helpen, zeker wanneer die tijd erg snel is. Als je nu nog bestelt, heb je het vandaag nog in huis. Als je het nu bestelt, heb je het morgen in huis. Dat maakt mensen gretig, dat zorgt ervoor dat ze denken, ja, ik wil het graag hebben en het is duidelijk wanneer ik het heb. Dus een bezorgsnelheid kan wel goede zijn om ergens te melden. Ik zou het overigens niet doen zoals deze webshop het hier zo heeft. Want het grote probleem is dat het eigenlijk een klein beetje verloren gaat binnen de informatie hier. Dus als bezorgsnelheid een belangrijk punt is voor jouw klanten, zorg ervoor dat het dan ergens heel duidelijk vermeld wordt. De volgende is het retourbeleid. Nou, ook die staat hier zo heel duidelijk. Gratis bezorgen, maar ook retouren. Nou, wederom, het staat er niet helemaal duidelijk omdat het moeilijk te vinden is. En het is belangrijk of dat voor jouw klant van toepassing is. Dus als je een offerteformulier hebt, is het dan belangrijk dat wat ze aanvragen, dat dat vrijblijvend is. Als ze een product kopen, wat is het retourbeleid? Dat is zeker belangrijk wanneer het jouw retourbeleid specifiek heel goed is. Bijvoorbeeld van bol.com of Zalando, die uit mijn hoofd een zichttijd hebben van 100 of 120 dagen. Heel erg lang dus. Dus als je retourbeleid een belangrijk punt is waar jij je als bedrijf mee onderscheidt, of het is een punt wat jouw klanten heel belangrijk vinden, dan kan het de moeite zijn om die even uitvergroot hier zo te noemen. Ook kan je het hebben over de kosten van je bezorging. Dus hier ook weer staat gratis bezorging. Wederom, ik zou het iets duidelijker maken, maar als jij de kosten voor jouw klant betaalt, en misschien andere webshops in jouw branche doen dat niet of niet zoveel, kan dat de moeite zijn om hier zo te melden. Dan zijn er heel veel soorten keurmerken. En een keurmerk is eigenlijk alles wat heel veel vertrouwen wekt. Dus dat kan zijn een keurmerk van je product. Dus dat de producten die je koopt, dat hier ergens staat van joh, let op, je koopt mooie biologische of duurzame producten. Het kan ook een keurmerk zijn zoals hier, het thuiswinkelwaarborg. Wederom, hij staat hier redelijk klein, dus ik weet niet echt of het zo wat doet. Je hebt nog meer keurmerken, zoals als ik hier zo bijvoorbeeld kijk op de Nike Store, dan staat hier onderin staat hier nog een keurmerk zo te zien, beveiligd door. Maar het kan ook zijn om keurmerken van brancheorganisaties. Wat ook een keurmerk is, wat herkenbaar is voor je bezoekers, wat ze vertrouwen geeft, kan een goed ding zijn om toe te voegen aan je proces. Datzelfde geldt voor certificeringen die je wellicht hebt. Zeker als je een website in de bouw hebt bijvoorbeeld, heb je je VCA-certificeringen. Wanneer je veel voor de overheid werkt, dan moet je je ISO-certificeringen hebben. Dus welke certificering je ook hebt, op het moment dat iemand een offerte gaat aanvragen of een product gaat kopen, kan je die hier aan de zijkant of daar aan de zijkant of boven of onder, kan je die tonen om mensen één eraan te herinneren dat je dat hebt. Of juist twee, om dat nog meer te versterken als je het nog niet getoond had, dat mensen zeker weten dat je daar zit. En zelfs als mensen niet precies weten waar het voor staat, geven de meeste keurmerken toch een goed gevoel. Datzelfde als dat thuiswinkel Waarborg keurmerk. Die is inmiddels in Nederland redelijk bekend, maar ik weet zeker dat de meeste consumenten geen idee hebben waar het precies voor staat. Maar daar gaat het ook niet om, want het geeft wel de perceptie van vertrouwen. Als je garanties aanbiedt, is dat ook een hele goede om hier te tonen. En je kan natuurlijk van alles garanderen. Dus je kan het garanderen, hè, een gratis bezorging, je kan garanties omtrent je retourbeleid hebben, je kan garanties hebben over het product wat je aan het kopen bent, hoewel die bij deze niet staat. Alles wat je kan garanderen, wat risico weghaalt bij je bezoeker en risico naar jou verlegt, is slim om te tonen hier zo. Zeker wanneer je offerte aanvraagt, kan je garanderen dat je offerte vrijblijvend is of dat je ze niet kapot gaat stalken via de telefoon of via de mail. Alles wat je kan garanderen wat je klant belangrijk vindt, is het moeite waard om te vermelden. Daarnaast helpt het om logo's te tonen van bekende organisaties waaraan jij gelieerd bent. Dan kan je bijvoorbeeld dit doen. Ik heb hier een voorbeeld. Dan zie je hier onderaan staan onze partners en dan zie je bijvoorbeeld DHL staan. Nou zal het de meeste mensen niet echt heel veel uitmaken of DHL of PostNL het bezorgt, maar het zien van een bekend logo associeert jouw bedrijf met iets waar wat mensen herkennen en als het goed is een positief beeld bij hebben. Daarnaast kan een logo natuurlijk ook iets vertellen. Dus hier zie je bijvoorbeeld de verschillende betaalwijzen.
Dus dat geeft ook vertrouwen en het geeft misschien een stukje duidelijkheid over hoe je daadwerkelijk kan gaan betalen. Dus als je gelieerd bent met bekende bedrijven, toon dat zeker. Dus denk bij als je een garagebedrijf bent, hè, en je hebt je afspraakformulier. Toon dan bijvoorbeeld dat je gelieerd bent met de BOVAG of met de RDW. Of dat je onder een bepaalde brancheorganisatie valt of een franchiseorganisatie. Alles wat jouw potentiële klanten een versterkt gevoel van bekendheid, van vertrouwen kan geven. Doordat je je kan associëren met een andere grote organisatie, is altijd goed. Als er kenmerken zijn die je kan laten tonen die veiligheid garanderen, is dat altijd goed. Een van de belangrijkste punten daarin voor webshops zit hem in het betaalproces. Dus op het moment dat je, hè, wat je heel veel ziet, is dat mensen een groen slotje laten zien, dat er een of ander logo staat wat de veiligheid van het betalen garandeert. Het maakt niet uit, precies uit wat het is, maar als je veiligheid kan garanderen, veiligheid van betalen is een belangrijke, maar het kan ook zijn veiligheid van de manier waarop je werkt, veiligheid dat de gegevens die je hier zo invoert, dat die veilig zijn. Wat je ook kan doen om mensen een bepaald gevoel van veiligheid te geven, is belangrijk. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat dat alleen maar belangrijk is als mensen erover twijfelen. En dat is iets wat echt per website, wat je voor jezelf moet bepalen. Maar als mensen jouw website niet volledig vertrouwen, of je zit in een branche waar misschien een hoop cowboys in zitten, dan is het slim om veiligheidsdingen toe te voegen. Op het moment dat dat niet het geval is, dan is het nog belangrijker om te testen of het slim is. Want wat kan er gebeuren? Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsbriefinschrijving. En onder die nieuwsbriefinschrijving staat: wij sturen je nooit spam. Misschien dacht diegene eigenlijk helemaal niet aan spam totdat jij het noemde. En dat kan voor zo'n veiligheidskenmerk hetzelfde zijn. Misschien twijfelden ze helemaal niet over de veiligheid totdat ze zagen dat jij dit benoemde via een slotje. En toen pas zijn ze er eigenlijk aan gaan twijfelen. Dus veiligheidskenmerken is heel belangrijk om te testen. Dan hebben we nog de USP's van jouw bedrijf. En die USP's die komen meestal door de hele website al naar voren. Dus het is belangrijk dat je die ook op het laatste kritieke moment blijft tonen. Zoals ik hier bijvoorbeeld bovenaan zie. Hè, dit zijn de vier USP's. De USP's hoeven niet letterlijk dezelfde zijn als degene die ze hiervoor tegenkwamen, maar die wel de USP's die belangrijk zijn. Zorg ervoor dat die door de hele website redelijk consistent zijn en zorg ervoor dat die niet hier in dit kritieke proces vergeten worden. Dus toon je USP's op je afrekenproces of test in elk geval of het slim is om die te tonen of een deel daarvan te tonen. Wat ook kan helpen is het tonen van klantenservicegegevens. Dus ook dat is belangrijk iets om te testen. Hier zie ik bijvoorbeeld hierboven klantenservice staan. Maar op het moment dat iemand met dit proces bezig is en diegene komt er niet uit en dat is met een offerteformulier precies hetzelfde, is het heel fijn dat er gebeld kan worden of gechat kan worden met iemand die ze daarbij helpt. Ik raad je niet aan om hier mailadressen te tonen, want als je een mailadres toont, dan klikt iemand daarop, gaat hij daarheen, gaat hij naar zijn mail toe, stuurt hij een mailtje en is de kans groot dat hij niet meer terug gaat naar het winkelmandje, maar denkt, nou weet je wat, dat komt wel. Doe het bijvoorbeeld zoals Nike het hier heeft. Hier staat het telefoonnummer in de live chat. Dat zijn twee manieren dat ik contact kan zoeken, dat ik hier niet weg hoef en dat ik direct geholpen kan worden om mijn sale af te ronden. Voor een offerteformulier hetzelfde. Als iemand niet uit het formulier komt of die heeft vragen, zorg ervoor dat hij niet kan mailen, maar bellen of live chatten. Nu zullen ze het bij Nike ongetwijfeld goed getest hebben, maar de contactgegevens, het valt me op dat die hier wel erg klein zijn. Dat zullen ze ongetwijfeld getest hebben dat dit effectief is, maar ik denk voor de meeste websites in elk geval waar een offerteformulier is, dat dit veel prominenter in beeld kan. Bijvoorbeeld hier zo. En voor webshops is dat ook echt een kwestie van testen. Let daarbij vooral op, als je bijvoorbeeld een oudere doelgroep hebt, zou ik dit zeker overwegen. Als je doelgroep 40 plus is, zou ik zeker overwegen om dit toe te voegen, zodat mensen altijd om hulp kunnen vragen als ze er niet uitkomen. Wat je hier nog extra aan kan doen, is een foto van iemand toevoegen, zodat mensen weten wie ze te pakken krijgen. Kijk, hoppa, prachtige foto hier zo. En dit is bijvoorbeeld Kevin. En dat staat er dan ook bij, misschien met voornaam, misschien met achternaam. En dan staat hier zijn telefoonnummer, staat er dan onder. Dus dat kan natuurlijk zijn 06, maar dat kan uiteraard ook het vaste nummer zijn. Zodat mensen weten,
En misschien wel vragen naar, hey, ik ben op jullie site bezig, ik probeer je offerteformulier in te vullen, maar het lukt niet. Mag ik Kevin spreken? Want ik zie hier op de site dat hij een expert is op het gebied van wat jullie dan ook offertes voor aanbieden. Dus dat kan ook nog heel erg helpen, geeft het een beetje een persoonlijke touch, geeft veel meer een servicegevoel. En het is best grappig om te merken, we doen dit bij diverse klanten, hebben dit gedaan, heel erg succesvol. Dat mensen dus echt opbellen en zeggen, ik zit op het offerteformulier, kan ik Kevin even spreken, want ik kom er niet uit. Dat kan je ook nog gebruiken om als een soort test te draaien, om te zien of mensen hier gebruik van maken. Door Kevin alleen maar te tonen op het offerteformulier. En dan weet je, als iemand naar Kevin vraagt, dan zit hij op het offerteformulier. Dus dat is kritiek dat die persoon meteen wordt geholpen, want dat is een lead en dat is geld. Wat Nike heel erg goed doet, is dat ze je hebberig houden doordat ze de producten die je aan het kopen bent hier laten zien. Dat kan ontzettend motiverend werken. Zolang ik hier zo hetgeen waar ik voor ben gekomen in het vizier hou, ben ik hoogstwaarschijnlijk meer gemotiveerd om dit in te vullen, want ik wil het hebben. Als je naar een checkout proces gaat waar je producten zijn verdwenen, dan kan dat, en dat is ook kwestie van testen weer, maar dan kan dat ervoor zorgen dat je motivatie wat wegzakt, omdat je gewoon niet meer continu herinnerd wordt naar waar doe ik het ook alweer voor. Dus je bestelling, de producten tonen, kan heel goed helpen. Als je een offerteformulier hebt, heb je natuurlijk geen producten, maar dan heb je wel een dienst die iemand af wil nemen. En die dienst die lost problemen op. En ook dat kan je tonen in het offerteformulier. In iets in de zin van dat je hier bijvoorbeeld een vakje maakt, wat in feite zegt, je bent nog maar één formulier verwijderd van het oplossen van die problemen. Of je bent nog maar één formulier verwijderd van het genieten van al deze voordelen van de dienst die je nu, waar je nu een offerte voor aanvraagt. Dat kan heel erg motiverend werken om het formulier af te ronden. Het tonen van de voortgang. In de vorige video over psychologie hebben we het er ook over gehad. Maar het kan ook een element zijn rondom je formulier. En dat is eigenlijk zo duidelijk mogelijk maken wat de voortgang is van het afronden van het proces. Dus hier zie ik bijvoorbeeld staan één levering en heb ik hier twee betaling, drie bestelling nakijken. Wat ook kan is dat je een zogenoemde progress bar toevoegt. Dus dat je bijvoorbeeld hier aan de zijkant een balk hebt en die staat in eerste instantie staat die op 0% of deze balk wordt pas getoond als je bijvoorbeeld op 20% bent. En met elk dingetje wat je invult gaat die een stukje verder vooruit. Dat werkt heel erg motiverend, want zodra je eigenlijk een balk ziet die op 30 of 40 of 50% zit, ben je veel sneller geneigd om te denken, ja, ik ben er bijna, laat ik hem maar afmaken. Ongeacht of je nou via een balk doet of dat je het op deze manier doet, het tonen van je voortgang van progressie kan heel erg motiverend werken. En eigenlijk gebeurt dat in dit checkoutproces van Nike eigenlijk niet zo geweldig, want het is heel moeilijk om mijn voortgang te zien. Ik zie hier een levering, een betaling en een bestelling bekijken, maar ik krijg het eigenlijk niet eens op één scherm. Andere webshops doen dat iets beter, namelijk kijken. Dus ik heb hier bijvoorbeeld Sporthuis Pim Doesburg. Dus hierboven zie ik staan stap 1 winkelwagen, stap 2 uur gegeven, stap 3 bestelling, stap 4 afrekenen. Het mooiste zou nog zijn als deze van kleur zou veranderen. Dus dat deze bijvoorbeeld groen wordt of op een of andere manier duidelijk is van hey, dit heb ik nu gedaan en ik ben nu hier. Dat is super. Je zou ook hier één grote progress bar van kunnen maken. Van nou, ik zit nu op 25%. Maar het laat in elk geval duidelijk zien waar ben ik en wat moet ik nog doen. Hoe duidelijker je precies kan aangeven hoeveel moeite je nog doet, hoe beter het meestal werkt. Zeker wanneer iemand verder in het proces zit. Voor een gedeelte van de shops en de websites is het heel slim om iets te melden over de betalingstermijn. Waarschijnlijk doe je dat al eerder op de site, op je productpagina's of op je dienstenpagina's. Maar als je een speciale levertijd hebt, sorry, niet levertijd, maar betalingstermijn. Als dat voor jou onderscheidend is, dan is dat slim om te melden. En het kan zijn voor een webshop dat je achteraf kan betalen. Kijken of ik het hier kan vinden. Afterpay bijvoorbeeld. Nee, hier kan het zo te zien niet. Maar een achterafbetaling, bol.com heeft dat bijvoorbeeld. Vermeld het. Op je offerteformulier kan je zeggen dat jullie een betalingstermijn hanteren van 30 dagen of 60 dagen. Als je daar iets in onderscheidends in hebt. En je hebt iets bijzonders met die betalingstermijn, kan het heel erg motiveren om voor jou te kiezen in plaats van voor iemand anders. Wat ook een hele slimme is, maar dat geldt voor webshops iets minder dan voor websites, dat is het tonen van je leveranciers. En op websites heb je meestal gewoon de merken. Dus bijvoorbeeld ik koop schoenen van Nike. Nike is dan natuurlijk eigenlijk de leverancier. En dan weet ik als consument dat ik goed zit als ik daarvan hou. Maar als website heb je dat meestal minder.
Mocht je een leverancier hebben die heel erg bekend is, of een product of een merk wat heel erg bekend is, dan kan je dat hier tonen. Sterker nog, sommige merken die wijzen bepaalde dealers toe. Denk bijvoorbeeld aan de automotive industrie, hè? Een autodealer of een motordealer die een bepaald merk vertegenwoordigt. Als dat zo is en je bent bijvoorbeeld niet alleen lever je als motoronderneming lever je Honda motoren, maar soms heb je dan nog dat je bijvoorbeeld brons member bent of brons dealer en zilver dealer en gold dealer, waarbij gold dan het hoogste is. Toon dat dan hier zo heel duidelijk. Laat weten dat het merk wat je levert niet alleen het merk is, maar dat je ook de beste leverancier ben om dat te leveren, dat je de beste voorwaarden hebt, of dat je goldmember bent, of wat dan ook. Zorg ervoor dat als jouw leveranciers of de merken waarmee je werkt, als die een bepaald aanzien hebben, zorg ervoor dat je daar gebruik van maakt en dat toont. Ook kunnen in het checkoutproces reviews heel erg goed helpen. En dat klinkt misschien raar, want je ziet reviews niet zoveel, maar dat kan heel erg helpen om iemand te motiveren. En ik zal hier een mooi voorbeeld laten zien. De Pluto Sport kwam ik hier tegen en die heeft bijvoorbeeld een 8,9 van alle reviews. Nou zou ik er niet voor kiezen dat je hier kan klikken op bekijk alle reviews. Dat zou ik dan niet doen, want dan klik je weg. Maar het kan wel helpen om dat hier te laten zien. Wat ook kan helpen is dat je hier een foto plaatst van iemand die een review achter heeft gelaten. Oh ja, daar komt hij weer. Hè? Die briljante schets. Hoppakee. Kijk, dit is Marjan. En Marjan heeft iets heel positiefs gezegd over dit bedrijf. En als jij een review hebt die iemand kan helpen om dit proces door te komen, is het zeker de moeite om te testen of dat werkt. En wat voor soort review zoek je dan? Dan zoek je een review die iemand motiveert om het formulier in te vullen. Bijvoorbeeld iemand die zegt, het invullen kost een minuut, maar dat was het zeker waard, want de volgende dag had ik mijn prachtige Nike-schoenen binnen. Of dat de bezorging die jullie hadden zo top en zo accuraat was. Of dat je zo blij bent met het achteraf betalen. Wat het dan ook is, want het is afhankelijk van jouw doelgroep, wat belangrijk voor ze is. Het kan ook zijn dat je van ja, ik had de offerte binnen 24 uur binnen en ik was zo blij mee, want hij was zo gedetailleerd. Of een iets algemenere review over dat ze zo blij zijn met jullie als bedrijf, of met het product of met de dienst die jullie hebben geleverd. Echte review van een echt persoon, het liefst met een foto en naam en toenaam erbij. Van mij part zelfs het bedrijf die het besteld heeft, als je bijvoorbeeld een business-to-business website hebt. Kan heel erg helpen om mensen te motiveren om dit in te vullen, omdat ze eigenlijk hier zo, hier staan dan 3 van zulke reviews. En ondanks dat ze misschien een beetje zuchten of onbewust denken, ja shit, moet ik dit allemaal invullen? Dan denken ze, ja, deze mensen hebben het ook gedaan en die mensen waren er heel erg blij mee. En kijk, ze hebben hier een 9 uit 5 sterren. Nou ja, oké, een 9 uit 3 kruisen, helemaal goed. Nee, ze hebben hier een beoordeling van 9 van de 10 van 200 reviews. Dus ja, al die mensen waren er blij mee. Weet je wat? Ik vul het wel in, want als ik het hier doe, weet ik zeker dat het goed komt. Dus reviews in een checkoutproces of bij een offerteformulier kom je niet heel veel tegen. Ik zou zeker, zeker weten dat testen. Met name als je weet dat dat misschien een punt is waarom bezoekers afhaken. Omdat ze niet helemaal vertrouwen of omdat ze bang zijn dat het toch niet goed komt. Of als je een offerteformulier hebt wat misschien wat specialistisch is. Dat het soms wat moeilijk is om door te komen. Plaats een review erbij van echte personen om iemand te motiveren. Wat helemaal top is, is als je een review hebt of een quote hebt van een bekend persoon. Dat kan een bekend persoon zijn in jouw branche. Dat kan ook een bekend persoon zijn, hè, een bekende Nederlander, een bekende ondernemer, een bekende, ja, hangt een beetje af wie je doelgroep is, een bekende blogger of een bekende fashion girl of wie dat dan ook is. Maar een review die relateert aan jouw klant is heel goed, maar een review van mensen waar mensen naar opkijken kan ook heel erg goed werken. Die allebei, dat kan heel effectief zijn om mensen te motiveren. Als privacy een belangrijk vraagstuk is bij je klanten, dan is het de moeite waard om te testen of het zin heeft om dat te bevestigen. En met bevestigen bedoel ik dat je er geen misbruik van maakt. Dus bijvoorbeeld bij velden als een telefoonnummer, bedrijfsnaam, misschien persoonsgegevens. Op het moment dat je een offerteformulier hebt, om misschien om nog meer informatie vraagt over het bedrijf, over de status, over de omzet. Als je het hebt over betaalmethodes. Alles wat je kan laten zien wat de privacy waarborgt. Dus jouw privacy policy. Wij delen nooit informatie met derde partijen. Als het relevant is voor jouw site of shop. Als je denkt dat mensen daar misschien aan twijfelen. Omdat ze je misschien niet kennen of omdat de branche een slechte naam heeft. Kan het zin hebben
om dat hier zo toe te voegen, zodat mensen duidelijk weten wat gebeurt er met de gegevens die ik hier invoer. Mocht je awards hebben gewonnen, dan is dat geweldig om te laten zien. Dus hier staat wel iets van Trustpilot, maar dat is niet echt een award. Dat kan zijn beste webwinkel of beste website. Dat kan zijn dat je awards hebt gewonnen in je vakgebied, of dat je de beste retailketen bent, of beste winkel, of beste winkel van het dorp of van de stad. Wat je ook aan awards hebt gewonnen, dat toont heel veel prestige en dat geeft heel veel vertrouwen aan mensen die daar iets gaan bestellen. Denk bijvoorbeeld ook aan de FD Gazelle of de Deloitte 500 of wat die award dan ook precies is. Op het moment dat het voor jouw klanten iets betekent, kan het de moeite zijn om die hier toe te voegen. Omdat het net dat beetje extra vertrouwen geeft. Hè. Het kan ook een onderscheidend middel zijn ten opzichte van je concurrentie. Om bij jou te bestellen of bij jou die offerte aan te vragen in plaats van bij een ander. Een van de belangrijkste die je eigenlijk altijd moet tonen als je het hebt. En wel met koeienletters ergens. Dat is laagste prijsgarantie. Want laagste prijsgarantie is een garantie die heel veel stress en risico wegneemt bij een bezoeker. Dus als je de laagste prijsgarantie hebt op je offertes of op je checkoutproces, toon dat ergens heel groot gedurende het hele checkoutproces. Want dan weten mensen op het gebied van prijs, zit ik hier altijd goed. In sommige gevallen kan het ook slim zijn om te laten zien hoe lang jouw bedrijf al bestaat. Het scheelt een beetje per branche. Wij zitten in de internetmarketingbranche. Daar zegt het niet zo heel veel. Want als je niet bijscholt en niet doorleert en niet meegaat, ja, dan kan je wel 5 of 10 jaar bestaan, maar dan loop je al achter. In andere branches, als je een lokale website hebt of een lokale winkel hebt, dan kan het juist heel belangrijk zijn. Als je een familiebedrijf bent, misschien al 2 of 3 generaties bestaat. Als je al sinds 1945 ergens bent. Dat kan je heel erg helpen om vertrouwen te geven aan bezoekers. Dus als je al een lange tijd bestaat, kan dat slim zijn om hier zo te melden. Als je lid bent van brancheorganisaties, is dat ook slim. En we hadden het net al even eerder over die thuiswinkel Waarborg. Even kijken hoor, die staat hier zo. Dus dat is een brancheorganisatie. Als er meer brancheorganisaties zijn, dan is het zeker slim om die toe te voegen. En volgens mij zie ik hier zo ook nog een paar. Ik zie iets met de e-commerce Europe. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Maar ook dat is slim om toe te voegen. Net als die andere, hè, associeer je met organisaties die bekend zijn en vertrouwd lijken. Dat is altijd goed. En eigenlijk als afsluiter wil ik zeggen, alle andere kenmerken die misschien niet gemeld zijn, maar waarvan jij zeker weet dat het vertrouwen uitstraalt, dat het belangrijk is voor een klant, dat het belangrijk is omdat hij dat blijft weten tijdens het proces, voeg dat hier zo toe. Het kan zijn dat er in jouw branche misschien iets speelt. Stel dat er heel veel oplichters in je branche actief zijn. Wat kan jij dan hier zo tonen om te laten zien dat jij geen oplichter bent? Op het moment dat dat producten misschien slecht bestelbaar zijn of dat webshops laat bezorgen, wat kan je hier tonen om mensen te garanderen van die bezorgdheid? Dus alles wat je hier kan doen om de zorgen van een klant weg te nemen, zou ik aanraden, is op zijn minste moeite om te testen of het je conversies verhoogt. Je weet nu precies welke elementen je kan toevoegen aan je checkoutproces of offerteformulier om de conversies nog verder te verhogen. Ik wens je heel veel succes met het testen van de verschillende elementen die bij jouw website of shop passen. Vergeet niet op onze website om de handige checklist te downloaden, zodat je in 1 overzicht weet of je dingen gedaan hebt of niet. Kan je ze makkelijk afvinken. Als je nog vragen hebt, of als er nog iets waar je mee worstelt, laat een reactie achter in YouTube, laat een reactie achter op de site. Dan krijg je van mij persoonlijk antwoord, kan ik je verder helpen met je problemen. Je kan altijd een mailtje sturen naar mij, bart@klikproces.nl, kan ik je ook verder helpen. Ik weet zeker dat het jou gaat helpen om je conversies verder te verhogen. Dus zet hem op, blijf testen, blijf proberen en zorg ervoor dat je veel meer geld gaat verdienen. Oh, en voordat ik het vergeet, we zijn bijna aan het einde van deze miniserie. In het volgende deel ga ik je uitleggen hoe het precies werkt met dat testen waar ik het de hele tijd over heb. Wat voor software gebruik je ervoor? Hoe kan je bezoekers opnemen en wat voor gedrag moet je dan in de gaten houden? Kortom, hoe kan jij zelf aan de slag met het optimaliseren van je website op basis van gedrag wat je tegenkomt. Dat is nog niet de laatste, want ik heb ook nog besloten om een bonusvideo te maken, deel 9 van deze serie. Dus kijk vooral de volgende video, zodat je nog beter weet hoe je dit allemaal kan gaan toepassen om jouw conversies te verhogen. Ik zie je graag bij de volgende.